De samenwerking met AZ Amiens en qua vuistering gekomen door recherchen die geveild zijn voor de dienstcardiologie van het AZ Amiens. En als tegenprestatie hadden wij natuurlijk heel graag een opleiding gegeven hier binnen KVO. Is een AED available over hier? Yes. Dus we hebben de opleiding opgesplitst in een paar onderdeeltjes. We hebben eerst de theoretische uitleg gegeven. Hoe dat ze moeten reageren bij iemand als iemand zich verslikt. Wanneer dat ze mogen reanimeren, hoe dat ze moeten reanimeren. En dan denk ik het belangrijkste stuk van de opleiding natuurlijk wel is de praktijkoefening. We hebben eigenlijk een reanimatiecursus gekregen. Voor eigenlijk ja, te weten wat we zo moeten doen voor als iemand ja, flow valt. Of zodat we weten hoe we die persoon kunnen redden. Ik vond dat wel zeer interessant, omdat ja, de meeste mensen weten niet hoe dat je dat eigenlijk allemaal moet doen. Maar voor je het begint met ja, hard slaan, je moet je hand op de borst leggen. Je moet zo, ja, zorgen dat je een goed ritme hebt voor al dat ja, bloed en zo weer naar de hersenen te kunnen doen. En ook daarachter moet je voor je twee ademhalingen doen. En je moet dat zo heel de daar halen. Gewoon speed. Ja, ik ben tevreden. Ik denk nogmaals, ze zijn bewust dat het kan levens redden. En ja, misschien zelfs onderling, dicht bij elkaar hier in de club zelf. Maar dan ook anderzijds misschien naar hun familie toe of op een feest waar er iemand slecht komt. En, of op straat als er iemand onwel komt. Dus, ik vond dat ze heel ja, eigenlijk, attent alles hebben gevolgd. Dat vergeet ik niet. Vaak zien we bij sporters dat ze wat minder geïnteresseerd zijn. Maar als we een keer moeten zeggen van deze groep hier waren ze toch wel enthousiast. Iedereen heeft ook wel vlot geoefend. Waarom? Ik denk dat men ook wel beseft van dat het ook bij hun kan gebeuren of bij iemand dat ze kennen. Dus eigenlijk waren ze wel enthousiast. Er zijn natuurlijk wat kruisverenigingen die deze opleidingen aanbieden. Af en toe bieden wij met ziekenhuis dat ook aan voor de brede bevolking. Van, dan kunnen ze eigenlijk gratis bij ons reanimatielessen komen volgen.